Bij de start van DMREC vond ik ontzettend belangrijk dat wij met de nieuwe slindertechnologie gingen komen. Omdat slinder eigenlijk is toch een soort motor in je product. En je weet, de motor in het product of in een auto, die kun je een gewoon motortje hebben of een turbomotor. Nou, wij gaan voor de turbomotor. Wij ontwikkelen de hydraulische ventielen, maar ook de hydraulische cilinders helemaal zelf. Dan kun je ook echt extreem ver gaan met je productontwerp. Ja, ook tijdens het ontwerpproces kun je ook onzeker worden wat dat betreft. En je zegt van, nou, zit ik wel op de goede weg en gaan we hier niet te ver daarmee. Want ja, belangrijk is dat we toch eigenlijk die focus en die driver ophouden. En meestal helpt me ook een beetje met feedback van Marcel en van mijn collega's in feite. Om een beetje toch een bevestiging te krijgen van, we zitten op de goede weg, we gaan gewoon door. En uiteindelijk, als je dan toch je doel bereikt en je hebt er toch een succesvol product staan, ja, dat is dan de kroon op je werk en dat motiveert. En dan op naar het volgende project, zeg ik dan altijd maar. Op dit moment zijn we bezig met het implementeren van de Daimler Power slimme technologie nummer 2. Dat zijn de nieuwe generatie cilinders die ook niet alleen een extra power in combinatie met snelle tijden, cyclustijden kunnen leveren. Maar ook daarbij eigenlijk ook de cilinders helemaal beschermd zijn voor de buitenwereld. Dat ze geen kans op beschadiging hebben. En daarnaast ook dat de cilinders eigenlijk ook behoorlijk servicevriendelijk zijn voor de service en voor de klanten. Dat is toch een iets verbeterde versie die we ook in de DCC-producten gaan implementeren. We hebben de prototype gebouwd en zijn we aan het testen. Inmiddels hebben we de productie opgestart van de DCC. Maar daarnaast zijn we een heel DCC-slooplijn aan het uitwerken. Dus het zijn eigenlijk scharen in verschillende gewichtklasses met verschillende sluitkracht en bekopening. En dan past eigenlijk zo'n Daimler Power slinder techniek uitstekend erin. Want die zijn toch bij een beknoptere slinder kunnen ze toch 20-25% meer kracht leveren. En ze behouden de cyclustijd van een kleinere slinder. Dus dat is eigenlijk het voordeel wat we eigenlijk in die DCC-productlijn erin gaan brengen.